helemaal opgaan in je film of serie? Blijf dan kijken. Moderne tv's zijn fantastisch. Ze zijn dun, slim en groot genoeg om je een te gekke visuele ervaring te geven. Maar waar men vaak aan voorbij gaat, is dat zo'n tv geen ruimte meer heeft voor goede luidsprekers. Bij ons zie je daarom op de tv's vet beeld, dun geluid. Je wilt toch te gek geluid wat past bij een mooie tv? Een moderne home cinema hoeft niet groot en duur te zijn en hoeft er zeker niet uit te zien als een gecrashed satelliet. Bij ons kun je strak uitziende, goed klinkende luidsprekers voor een redelijke prijs krijgen die je interieur aanvullen in plaats van in de weg zitten. Er zijn drie verschillende manieren om thuis een goede home cinema beleving te krijgen. De eerste is een goede stereo oplossing. Ja, ik weet het is geen surround, maar geloof me, het geluid van een goede stereo set vergeleken met een goedkope surround set is zoveel beter. Er zijn vandaag de dag versterkers met HDMI en optische ingangen voor moderne tv's. Je hebt zelfs actieve luidsprekers die exact hetzelfde werken als een soundbar, maar die een echt fatsoenlijk stereobeeld geven. Dat begint bijvoorbeeld bij de Argon Audio Fenris A4. Deze actieve set heeft alle ingangen die je maar kan wensen. HDMI ARC, optisch, AUX, Phono en Bluetooth. En je kan er ook nog een subwoofer op aansluiten. Te gek toch? De volgende oplossing is een draadloze surround opstelling. Dit is een goede optie wanneer je van films en series houdt en je een makkelijk te installeren setup wilt hebben die niet te veel ruimte inneemt. Normaal gesproken wordt zo'n systeem opgebouwd rondom een soundbar die op de tv wordt aangesloten via HDMI, waarna de draadloze achterluidsprekers en subwoofer worden toegevoegd voor surround geluid. Een bekend voorbeeld is natuurlijk het Sonos systeem. Hiermee kun je met bijvoorbeeld een Sonos Beam, een Sonos Sub en twee Sonos Enen al een zeer degelijke 5.1 opstelling krijgen. En dit lijkt al veel meer op de echte bioscoopervaring dan wanneer het geluid alleen van voren komt. Dit is ontzettend makkelijk op te zetten, ook als je geen kennis over versterkers en kabels hebt. De derde optie is een goede traditionele surround opstelling. In deze setup gebruik je passieve luidsprekers die met een luidsprekerkabel of een receiver worden aangesloten. Dit is de oplossing voor wie dat echte bioscoopgeluid wil, of zelfs beter. Deze opstellingen zijn volledig configureerbaar met bijvoorbeeld inbouw, wand- en plafondluidsprekers en Dolby Atmos. Met sets in alle prijsklassen en kwaliteitsniveaus. Een mooie en betaalbare oplossing is bijvoorbeeld de Denon AVC S660, gecombineerd met een Argon Audio Alto Surround Set met een Base 8 subwoofer. Hier begint de echte home cinema beleving met een gedetailleerde geluid en de mogelijkheid om dingen naar smaak aan te passen. Het leuke is dat je in de toekomst stapsgewijs kunt upgraden zonder dat je meteen je hele set moet vervangen. Wil je meer laag? Ga dan voor een krachtigere subwoofer. Wil je meer detail in je dialoog? Investeer dan in een betere center speaker. Een setup als deze geeft je dus het beste geluid en de meeste controle over je setup. Kom langs bij jouw dichtstbijzijnde Hi-Fi Clubbewinkel en ervaar de horror, de lol, het drama of de actie die een home cinema jou kan geven. Mijn naam is Daan, bedankt voor het kijken. Tot snel. Oh, ja. Nog één keer.